Net mijn boek hier aan het kanaal gedropt. Daar ligt hij. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag woensdag. Ik heb al een klein beetje gewerkt. En nu heb ik 5 minuutjes pauze. En nu ga ik mijn was oplooien en sorteren. Dat betekent dat ik weer aan het werk moet. Het is nu 9:50 en ik ga naar de bib vertrekken, want er waren enkele boeken die dringend binnen moesten gebracht worden. Onderweg naar de bib ga ik ook een boek droppen voor de boekjaars. Net naar de bib geweest en nu moet ik nog mijn boek gaan verstoppen. Net mijn boek hier aan het kanaal gedropt. Daar ligt hij. En nu ga ik dat posten op de Facebookpagina van de boekjaars. Zet even aan het pollen of dat je ook de boekjaars al kent en of dat je meedoet. Gaan we terug naar huis. Oeps. Net deze make-up look gemaakt en jullie hebben de ravage al kunnen zien op mijn keukentafel. Deze staat normaal al op de blog. Ik link hem even hieronder als dat zo is. En anders binnenkort op zijofhaar.nl. Net super leuke TikTok filmpjes gemaakt. Want ja, deze make-up look kan niet voor niks gebeuren. En onder andere ook TikTok gemaakt met mijn Hufflepuff robe. Wat dat echt veel te warm was. Dit voor een boterham. Hier ga ik nog 2 tomaatjes opleggen. Dan kan ik die opeten. Het is nu 2:00. Ik heb een klein beetje heel erg lang middagpauze genomen, maar het is oké. Nu ga ik verder doen. Ik heb er straks nog 2 seconden of zo gewerkt aan mijn blog. En nu ga ik dit verwijderen en vertrek naar het zwembad. Dus ik zie jullie als ik op wandel ben. Ik ga mijn regas wel meedoen. Want ja, het regent al heel de dag in vlaagjes, wat dat super goed is. Maar ja, misschien is het wel handig om regas mee te doen. Ik ga gaan wandelen omdat ik van plan ben om deze week elke dag 10.000 stappen te zetten. Gisteren is het gelukt, eergisteren net niet. En vandaag heb ik er nog maar 2.000, dus anders gaat dat sowieso niet lukken. Onderweg naar het zwembad aan het wandelen met dit dingetje. Dit is de Pokémon Go All Plus. Dat zorgt ervoor dat je Pokémon kan vangen zonder dat je gsm vast hebt. Hey, ik kom net uit het zwembad. Ik heb nu 5406 stappen gezet. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat zijn als ik naar huis ben gewandeld. Want ik ben te voet naar het zwembad gegaan. Ik ga nu ook terug Pokémon spelen. Normaal pak ik altijd water mee om te gaan zwemmen, maar vandaag niet. En ik was wel dorstig toen ik aankomend zwembad laat staan. Als ik al die lengtes heb gezwommen. Ik denk dat het wel af en toe nog een beetje awkward is om in het midden van de stad hyper te vloggen. Omdat de fiets er lang is. Team Rocket verslaan. Ik ben net thuis. Het is nu 6:20. Ik heb 8218 stappen gedaan. En het is woensdag, dus het is nu tijd voor mijn rubriek foldertjes tips op Instagram. Dus als je dat nog niet hebt gezien, ga me dan even volgen op Instagram. En dan geef ik jullie elke woensdag tips over wat dat er in reclame is. En dan kijk ik maar zo wel als vlogmeis. En nu ga ik een klein beetje clean, organized, ontruim, ontspul, ding doen. Aardappeltjes koken. Joepie, mijn patatjes zijn bijna klaar, dus dat betekent dat ik mijn fake vlees mag maken. Oké, dit vegetarisch vlees komt uit Leclerc in Frankrijk en er zitten zo 2 bakjes in, dus dat kun je makkelijk.
Je hoort misschien de kampioenen in de achtergrond. Vandaag heb ik ontdekt dat deze kant van dat kastje ook open kan. Woe, slim. Ah, help. Met een mixer. Die rommelboel kussen we morgen wel op. Misschien de... Ja, nee, de patatjes zijn nog te warm om in de frigo te steken. Ik heb ook nog soep gemaakt vanavond. Bloemkoolsoep. Maar bloemkool die eigenlijk zo wel slecht begon te worden. Het is nu 7:45 en ik moet nog 400 stappen doen. Help. Ik heb vandaag ook ontdekt dat ik één melkfles meer heb dan gedacht. Net een stukje uit het boek Boek voor mijn dochters gelezen van Rowan Coleman. Ik nog heel eventjes online en daar ga ik me omkleden en zo. Net gelezen uit het boek voor mijn dochters. Dit is een boek van Rowan Coleman. En die trouwens ook het boek 20 regels liefde heeft geschreven, waarover ik heb geschreven in 5 juli 2019. En die ga ik nog even online. Wisten jullie trouwens al dat ik redelijk lenig ben? Zo, ook nog even wat dagcreme aangebracht. Ik gebruik de Sensitive Day & Night Cream van Kruidvat. Want het was nodig. Het is al heel lang geleden. Zo, dit was het dan voor deze vlog. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Toedels!